de regels. En nou ja, we gaan natuurlijk dan assembleren en daar hebben we een tool voor gemaakt. Dus de regels die Ferdinand laat zien, hier van overzicht, dat is in de tool gebouwd. En daar laat ik even zien van hoe het eruit ziet. We gaan zo meteen na de pauze gaan we aan de slag. En dat is wel goed om even alvast te zien van hoe ziet het dan eruit. Het is geen presentatie. De tool staat als het goed is gewoon op de laptop. Daar gaan we zo meteen ook mee aan de slag. Maar wat ik wil doen is alvast wat laten zien van hoe dat eruit ziet. Dat is een beetje de look and feel. Dit even de kant. En daar staan jou. Ah ja, yes. Dus dit is het bestand zoals het zo meteen, als jullie de laptops openmaakt, te zien is. Dat is de assemblage tool. Het is een Excel bestand met macro's. Je ziet ook meteen dat er een waarschuwing wordt gegeven. Want de macro's zorgt in feite voor dat de berekeningen, dus de regels die hier staan, onder water worden doorgevoerd als er de gegevens worden ingevuld. Nou, een belangrijk ding om het in te schakelen. Dit even naar boven, iets meer ruimte. Nou, Excel tool met behoorlijk wat bladen. Je ziet hier een heel reeks met bladen, die hebben ook allemaal een kleurtje. Die grijze zijn bijvoorbeeld informatieve bladen. Je ziet ook instructies staan, er staan voor kort de instructies in beschreven. Je hebt hier de gele bladen, dat zijn de gegevens die je in moet voeren op trajectniveau. Je ziet hier de blauwe bladen waar je de toetssporen al herkent. Daar moeten de gegevens van de toetssporen in. Dat zijn behoorlijk wat toetssporen. Dus op een gegeven moment komen we dan uiteindelijk bij hetgeen waar al die gegevens worden gecombineerd op trajectniveau. Dus waar het geassembleerd wordt. Dat zijn de groene bladen. En we hadden nog over, we hebben nog een aantal gegevens die vaststaan als het ware. Die worden gebruikt binnen de assemblage. En die gegevens die zijn ook te zien en beschikbaar. De zaken die we daar bijvoorbeeld kunnen zien, daar beginnen we dan even mee. Dat zijn bijvoorbeeld de toetssporen, wat we net over hebben gehad. Welke codes ze hebben. Mogelijkwijs kennen jullie nog niet alle afkortingen. Daar zijn al die codes voor. In welke groep die staan. Want dat heeft effect op hoe er geassembleerd wordt. Welke toetsen er beschikbaar zijn. En zo zijn er bijvoorbeeld ook nog toetseigenschappen. Dit gaat over die N, hè, de lengte-effectfactor, hoe die bepaald wordt. Nou, dat zit in feite ingebouwd. Maar die gegevens die zijn ook gewoon binnen de sheet in één hand terug te vinden. We hebben ook gegevens over de trajecten. Dit komt direct uit het Nationale Basisplan Primaire Waterkeringen. De gegevens van de verschillende trajecten. En hier achteraan de norm, SW signaleringswaarde, OG ondergrens. Dus die gegevens worden ook automatisch opgehaald, maar ze zijn ook hier als het ware in een overzicht terug te vinden. En dan hebben we nog de trajecteigenschappen en daar staan bijvoorbeeld de lengte-effect in voor de verschillende trajecten. En voor piping, of ze wel of niet tot de bovenrivieren behoort. Dat de algemene gegevens. Kun je die wijzigen? Nee. Niet in die rode vlakken. Daar kun je ze niet wijzigen. Maar dit zijn de standaardwaarden die binnen het assemblage wordt gedaan. Ik kom zo meteen nog op de plekken waar we wel die wijzigingen kunnen doen. Ik vraag gewoon door voor in het kader van de risico's van waar je zit en met allerlei dingen loopt te wijzigen. Wat voor impact dat heeft. Precies. Daar gaan we dus niks in wijzigen. Bij de instructies ook niet, dat geeft in feite de instructies aan van wat moeten we doen. Hè? Er is ook een handleiding die wat uitgebreider daarop ingaat, die staat ook op de laptop. Een ander sheet geeft aan voor elk toetspoor welke invoer er mogelijk is in de assemblage. Afhankelijk van de groep, hè? We hebben het net over gehad, van welke groep het behoort, wordt op een andere manier geassembleerd, heb je ook andere invoer. Voor de verschillende toetsen, eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat. En dan begint het invullen. Nou, alle in te vullen vakken zijn in feite, of te wijzigen vakken, zijn in feite aangegeven met een blauw kleurtje.
Dat zijn de plekken waar je dingen kan wijzigen. Dus al die andere plekken, als het goed is, is dat ook geblokkeerd. Maar hoef je ook niet te proberen om daar dingen in te willen vullen. Het begint met de trajectgegevens. Welk traject heb je het over? Want je assembleert in feite per traject. Daar zitten de normen aan gekoppeld. En wat je ook nodig hebt, is die lengte van het traject. Nou, die lengte is op basis van die vaste gegevens beschikbaar. Maar het kan best zo zijn dat op basis van wijzigingen of dat dat gewoon nog niet goed staat in het nationaal basisbestand, dat er een ander lengtetraject ingevoerd moet worden. En dat kan dus ook. Dus op die manier kan je bijvoorbeeld die lengte aanpassen aan de situatie zoals dat voor jullie geldt. En die lengte is weer invoer om bijvoorbeeld die eisen te bepalen. En die bepaalt dan weer wat de assimilatieresultaat is. Nou, ter informatie staan er allerlei vakken in om je in feite mee te helpen. Bijvoorbeeld de signaleringswaarde en de ondergrens. En dat is afhankelijk van, dit is in principe traject 1.1, maar kies je een ander traject, dan verandert dat in de normering die passen bij het traject 1.1. En we hadden net over bijvoorbeeld, volgens mij was Ria dat, van welke hebben geen verschil tussen signaleringswaarde en ondergrens. Nou, bijvoorbeeld Vlieland, dat gaf je volgens mij ook aan. De Waddeneilanden maken daar geen onderscheid in. Je ziet bij beide een kans of een norm van 1 op 300. Ja? Ja, toch iets wil wijzigen, dat we bijvoorbeeld een bevoegdheidsanalyse uitvoeren om te zien wat een andere norm consequenties zou hebben. Hoe ga je dat dan hierin doen? Niet. Ja. Dit is voor nu het officiële gedeelte waar we de assemblage doen voor de beoordelingsaspect. Dus het beoordelen om daarna te kunnen rapporteren. Ik begrijp de wens wel om te kunnen spelen ook voor andere zaken. Alleen dat gaan we... Dat is een wens. Precies, maar goed, we hebben ook gewoon een officieel traject waar we gewoon de normen moeten hanteren zoals we die met elkaar hebben afgesproken. En dat zit hier nu niet in. Maar je kan je voorstellen dat dat wel makkelijk kan, alleen we hebben het in deze tool, hebben we daar afgesproken om dat niet mogelijk te maken. Je hebt ook nog een paar keer als we aantonen van ik ga niet verder, want het heeft geen zin bijvoorbeeld. Ik stop met toetsen, ik kan op deze manier het als basistool gebruiken om onderbouwen, je stopt met verder onderzoek. Ja, dan heb je het dus wel nodig, dus dan is het iets meer dan een wens. Zeg maar. Nou ja, maar, goed. Ik hier dan vanmiddag bij de specials even op doorgaan? Laat me even zeggen. Dat gewoon handig kan zijn en dat zijn bepaalde zaken, dat ontken ik niet. Alleen er zijn bepaalde keuzes gemaakt van dat zit er dan wel in en dat zit er dan niet in. En daar heb ik het even mee te doen en dat geldt ook in dat geval voor jullie. Maar die. Wat dan wel opengezet wordt en wat niet opengezet wordt, dat is in feite nu vast. Een ander gegeven is die faalkansbegroting. Dat staat ook op zit op trajectniveau, bepaal je dat. Daarvan zie je ook duidelijk wat wel en wat niet te wijzigen is. Sommige toetsporen delen hun faalkansfactor. Daarom zie je, bijvoorbeeld steenzetting kan je dan niet wijzigen, maar die deelt de faalkansfactor met asfalt. En dat is de reden waarom je wel bij asfalt kan wijzigen en bijvoorbeeld niet bij steenzetting. Nou, dat zijn de algemene gegevens. Dat snap ik niet helemaal. Hij deelt een faalkans van steenbekleding met asfalt. Ja. Dan kun je wel bij asfalt wijzigen, niet bij steenbekleding. Ja, want als je hier wijzigt, noem maar wat, 0. Hier. Oh. Precies. Kom maar. Ik snap de logica niet helemaal. En dan moet het gelijk aan 1 zijn. Dat is wel heel veel fout, man. Maar dan zie je dat hij hier dan mee wijzigt. Dat is daar dus ook 0,04. Want dat gaat in feite om de faalkansfactor voor alle bekledingen in het buitentoluut anders dan de gasbekleding. Is dat duidelijk? Ik snap het niet helemaal. Stel, je hebt een groene dijk. Je hebt helemaal geen. Stel, er bestaat een dijk zonder steenzetting. Mm-hmm. Dan heb je toch een faalkans. Je kunt het weghalen. Je zou hem daarna kunnen weghalen, dus herverdelen. Maar dit is in principe de startwaarde
van de faalkansbegroting zoals we hem in het instrumentarium hebben opgenomen. Je kan hem inderdaad wijzigen. Maar als je asfalt op 0 zet, dan gaat deze ook op 0. En precies. Dan heb je dus een grasdijk. Dan neem je, of dan stel je in feite de faalkansruimte, in ieder geval voor die toetsporen niet beschikbaar, en heb je die ruimte mogelijkwijs voor andere toetsporen. Maar dan ben je al bezig dus met eigenlijk een stukje toetsen op maat, waar je moet onderbouwen van waarom je dat wel en waarom je dat niet doet. En je ziet hier, je komt nu uit op niet op 1, dus niet op die 100%. Hij geeft dan meerdere waarschuwingen, dus het is wel de bedoeling dat je uiteindelijk de totale kans of de totale factoren weer op 1 moet zien te krijgen. Maar het hoeft op zich niet, als hij maar niet groter is dan kleiner. Mag ik even een punt van orde? Als we zo doorgaan, missen we helemaal onze koffiepauze. Als jullie daartoe besluiten, is het prima. Maar wellicht is het goed om aan het eerst even de look en feel van het tool te krijgen, zodat we dat zo meteen na de koffiepauze echt even met de zelf aan de knoppen kunnen gaan. En daarna, na de lunch. Maar mag ik nog één vraag stellen? Die blauwe, waarom zijn die nou blauw geassist? Dat zijn de startwaarden. Dat geeft aan ten eerste dat je die zou kunnen wijzigen. En die andere, als ze dan geel worden, betekent dus dat ze gewijzigd zijn in een andere waarde. Dat is het idee. Ik wil nog twee dingen laten zien. Hè. We hebben al die toetsporen. Dus al die toetsporen moeten dan gevuld worden om geassembleerd te kunnen worden. Het begint altijd mee of je een bepaalde toetspoor wil meenemen in de assemblage. Dat staat op de eerste regel. Het kan ook zijn dat je een bepaalde toetspoor nog niet aan toegekomen bent. Laat het dan op nee staan. Dan wordt het niet meegenomen in de assemblage, maar dan kan je al wel bepaalde berekeningen uitvoeren, assemblageberekeningen. Nou, ook hier, de blauwe vakken zijn er om ingevuld te worden. Je kan bijvoorbeeld bepaalde dingen wijzen met betrekking tot lengte-effect. Dat zijn die vaste waarden die helemaal achterin in het rood, in die rode sheet stonden. Die kunnen dus binnen de toetsporen gewijzigd worden. En daarna, wat er dan ingevuld moet worden, is voor de vakken die er zijn, moet er een oordeel komen. Dus voor alle vakken die er onderscheiden worden in een traject, voor de betreffende toetspoor, moet voorzien worden van een eigenlijk het toetsresultaat en daarmee later het toetsoordeel. Hè. Dus dit zijn allemaal blauwe vakken. Dus die moeten dan ingevuld worden. Nou, als die ingevuld zijn, dan wordt die gevuld met de gegevens. En dan pak ik een andere sheet erbij, waarbij die dan gevuld zijn. Dit is bijvoorbeeld een sheet waar de gegevens gevuld zijn. Dezelfde toetsspoor macrostabiliteit. Hier heb ik ook aangegeven mee te nemen in de assemblage. Hier zijn bijvoorbeeld, laat even zo zien, de vakindelingen ingevuld. En daarachter zijn er voor verschillende toetsporen of toetsen de resultaten ingevuld. Door op F9 te drukken, want hij rekent niet automatisch binnen een sheet. Of door te switchen van verschillende werkbladen worden de berekeningen uitgevoerd. Nou, die berekeningen geven dan aan wat het toetsoordeel is. Dat zijn de vakken als het ware, zoals Ferdinand ze volgens de regels af hebben geleid. Dat is dan op vakniveau. Willen we het vakniveau dan optellen? Dus is het, in principe het resultaat wat je dan per vak hebt. De gedetailleerde toets is bijvoorbeeld leidend ten opzichte van de eenvoudige toets. En een toets op maat is dan weer leidend op de gedetailleerde toets. Nou, dat geheel van vakken kunnen gecombineerd worden volgens de regels van het assemblageprotocol. En dat geeft dan in feite de categorie per toetspoor aan. Nou, dat gaat dan voor alle toetsporen op eenzelfde manier. Elk toetspoor kan wel net iets anders geassembleerd worden zoals Fernand aangeeft. En dan komen we tot slot tot de groene, waar we dan het geheel weer combineren tot een veiligheidsoordeel. Ondertussen worden de berekeningen uitgevoerd. Wat we hier zien zijn in feite de resultaten per toetspoor, dus in feite de gegevens per sheet. Je ziet ook aangegeven welke toetsporen er nog niet meegenomen zijn. En daaronder, in het scherm een beetje klein, maar daaronder staan dan
de resultaten, dus de optelling van de verschillende groepen, zoals ze geassimileerd zijn, volgens die methode 2, hè? Dus combinatie tussen de verschillende toetsporen. Dus de combinatie 1 en 2 levert dan een categorie D op en 3 en 4 blijkbaar een C. En als je die twee weer combineert, of de slechtste als het ware, die geeft in feite het veiligheidsoordeel. En zo wordt er op die manier gecombineerd tot een veiligheidsoordeel. Dan hadden we over wat in de protocol genoemd wordt als stap 3. Dus het combineren van de vakken, de grootste gemene deler van die vakken. Dat levert een gecombineerde vakindeling op. Daar zie je voor alle toetsporen, het scherm is een beetje klein, maar in feite staan hier alle toetsporen op, de verschillende oordelen. En dan wordt er een totaal vakoordeel voor in principe het kleinste vak genomen, die dus het slechtste oordeel betreft van de meegenomen toetsporen. Dus dit zijn in feite de onderdelen die vanuit het assemblageprotocol, de regels die Ferdinand heeft uitgelegd, in het programma zijn gestopt en die dan helpen bij dat stukje toepassen van de regels en het overzichtelijk krijgen van dergelijke regels om zo meteen verder te gaan.